Iedere week testen wij dingen op hun functionaliteiten en vooral op gebruiksvriendelijkheid. Vandaag kan ik je €95 besparen. En als een beetje het grootste nieuws deze week was het telefoonverbod op de fiets. Inmiddels kent iedereen al wel iemand die een boete te pakken heeft gehad. En die €95 die zie je niet graag van je vakantiegeld afgaan. Daar heb ik misschien wel wat voor gevonden. Zo ben je de politie een stap voor. Ja, dit kan natuurlijk niet meer. Vanaf 1 juli, afgelopen maandag, is dus het landelijk verbod ingegaan. Dat je geen telefoon meer mag gebruiken op de fiets. Want er staat letterlijk dat je geen elektronisch apparaat meer in je hand mag hebben. Dus een mp3-speler, telefoon, navigatie, een iPad, wat dan ook. Daarin wordt niet gezegd dat je hem op een andere manier kan gebruiken, zolang je hem niet in je hand hebt. Nou, er zijn een aantal mogelijkheden om een beetje die regels te omzeilen. Een mooi grijs gebiedje waarin we toch nog gebruik kunnen maken van ons navigatiesysteem, van de muziek, of als je gewoon onderweg toch nog wat Pokémon wil vangen. Een van die dingen is een telefoonhouder voor op de fiets. Nou, ik heb er bij de ANWB 2 besteld. 2 die eigenlijk allebei niet echt geschikt zijn voor mijn telefoon. Deze net klein, deze net te groot. Maar goed, dat doet er nu even niet toe. Hier past die in, prima. Je hebt ze in alle soorten en maten. Eentje die je bijvoorbeeld klemt op je fiets. Er zijn er een paar die gewoon wat, een magneetsysteem hebben. Dat die ook wat beter te draaien is naar jezelf toe. Dit is eigenlijk een hele simpele uitvoering, een hele goedkope uitvoering. Ik denk, nou ja, goed, we beginnen gewoon bij het lage segment. Geen probleem. Het voordeel van deze is wel natuurlijk dat ze helemaal waterdicht zijn. Er zijn er ook een aantal die gewoon klemt. Maar ja, als het dan begint te regenen en je telefoon is niet waterdicht, wordt het toch vervelend. Vaak gehoorde klacht is dat ze er niet altijd even goed op zitten. En dat je bij één stoeprandje gelijk je telefoon kwijt bent. Nou, ik kan me niet voorstellen dat het met deze is. Hoewel het een hele goedkope versie is, zit hij zo vast als naar huis op dit moment. Nou, de eerste indruk, best wel chill eigenlijk. Ik bedoel, ik mag dan niet de coolste editie hebben hier op mijn fiets. En als ik er zelf een zou halen, zou ik ook echt wel eentje halen die gewoon net wat fancier uitziet dan dit hoesje. Blijft een beetje hetzelfde als in de auto met je navigatiesysteem. Dat is veiliger natuurlijk dan met je telefoon in de hand. Maar ja, ook daarin kun je je best wel verdwalen. Dat je echt een beetje zit te zoeken naar de juiste muziekzender of op je navigatieding zit in te voeren. Dat leidt ook wel erg af. En dus naast het fietsverbod is er nog één ding wat ook verboden is, of verboden waarvoor je bekeurd kan worden, is dat je een gevaarlijke verkeerssituatie veroorzaakt, wat komt doordat je heel erg bent afgeleid door je telefoon. Dus het wil niet zeggen, zolang die hier zit, dat je maar gewoon je ding kan blijven doen. Het kan natuurlijk nog steeds gevaarlijke situaties opleveren, dus hou daar rekening mee. Maar ja, ik vond het wel een lekker ritje zo. Navigatie erbij, ik heb even nog een stukje van de krant zitten lezen. Ja, god, en zolang je een beetje ook oog hebt voor je omgeving, is er niet zoveel aan de hand. En is het wel veiliger dan als je echt je telefoon in de hand hebt. Dus dit is een prima tool. Ja, een heel goed cijfer krijgt deze dan niet. Maar laat ik het gewoon het algemeen houden dan het regenjasje van zo'n €10. Nadelen zijn veelal oordopjes om muziek te luisteren. Ja, nu ben je wel heel erg gebaat bij een Bluetooth variant. En ook is het met die plastic laag erover wat minder handig te bedienen. Met de zon erop niet altijd even goed te zien ook. Maar je kan dus wel gewoon handig navigeren, de slechte nummers skippen, een appje lezen of af en toe een pokebal gooien, wat jij wil. Het is een stukje veiliger, scheelt aardig wat geld. En dat verdient wat mij betreft een dikke 7. Nou, nog een allerlaatste tip is het gebruik van een smartwatch. Ook deze zijn niet verboden, maar daarmee kan je ook prima berichtjes sturen, navigeren en nummers swipen. Dus drive safe, tot de volgende keer.